hoeverre is wetenschappelijk onderzoek van invloed bij de beleidsformulering in Suriname? De Surinaamse wet kent, zegt dat elke regering moet een ontwikkelingsplan indienen. Dus die erkennen dit en die zeggen dat moet komen en dat moet dus die zaak zeggen. Moet die zaken naar voren zetten en dat moet dus uit wetenschappelijke rechtvaardige zaken bestaan die de politici moeten leren te accepteren. De werkelijkheid is anders. De werkelijkheid is dat er inderdaad die plannen worden gemaakt, de wetenschappers worden inderdaad geraadpleegd, de resultaten van onderzoek worden inderdaad geraadpleegd. Het wordt allemaal voor een groot deel samengevat in een meerjaren ontwikkelingsplan. Maar het moment waarop het op uitvoering aankomt, dan vergeet men al deze beginselen. En de politici doen precies wat ze zelf willen. Ze leggen het naast zich neer. Dat is, zolang ik Suriname ken, na 1975 altijd het geval geweest. Vroeger, dus bij het tienjarenplan, was dit niet mogelijk. En bij het eerste vijfjarenplan was dit ook niet mogelijk. Je had te doen wat afgesproken was. Daarvoor kreeg je geld en dat resultaten moest je laten zien. Maar toen wij onafhankelijk werden, zowel aan de kant van de donor als de kant van onszelf, hebben ze altijd door de vingers gekeken en dus mensen in de staat, in de gelegenheid gezet om te manipuleren en te improviseren met ontwikkelingsmiddelen. En dat heeft steeds ernstigere vormen aangenomen. Dus was het in de jaren 75, 80 zo, dat wij daar ernstige, vanuit wetenschappelijke dingen, daar ernstige bedenkingen tegenkwamen. En Nederland deed niets, want Nederland zei, laat ze maar besteden, dan komen ze niet bij ons. Na 80 is dat in verhevigde vorm voortgegaan. Ja. U kent dat verhaal van die 500 miljoen, die toen aan China Zen is gegeven. Is in verhevigde vorm voortgegaan. En eerst waar mensen hadden dachten dat het jongens waren met idealen. Dus die linksgerichte, oriënteerde idealen, dat die ze zouden realiseren. Maar het was al gauw, links praten. Money corrupts. Yes, en rechts iets anders doen. Yeah. Links paaien, rechts graaien. Zo heette dat toen. Dat hebben we dus tot nu toe nog. En tot nu toe zijn onze meerjaren ontwikkelingsplannen in de praktijk hebben ze bewezen te zijn meer proza dan pro forma, laat maar het zo zeggen. En ik weet niet hoe het met deze gaat, met dit ontwikkelingsplan. We zullen maar zien. Ja, ik ben er een beetje... ik ben wat fermer in mijn antwoord. In hoeverre is wetenschappelijk onderzoek van invloed bij beleidsformulering in Suriname? En beleid wordt inderdaad wel meegenomen. Bij beleidsformulering worden inderdaad wel wetenschappelijke grondslagen meegenomen. Sowieso is ons niveau van wetenschapbeoefening in Suriname vrij laag. Je zou tenminste zoveel publicaties moeten hebben, je zou tenminste zoveel moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat is hier echt op een heel laag niveau. Maar wat je hebt is dat belangenspel, toch? Vanwege het belangenspel wordt beleid al dan niet wetenschappelijk geïnformeerd, wordt terzijde geschoven en je ziet het eigenlijk in alles, toch? En je denkt dat je dan vooruit komt, maar je gaat minder vooruit dan andere landen. Ja. En het zijn dan vaak korte termijn oplossingen, je ziet dat in de energiesector. En net een paar worden daar heel happy van. Toch, je ziet het ook aan die inkomensongelijkheid die we in Suriname hebben. En waar ik dus bang voor ben, u noemde net die 500 miljoen die China Zen heeft gehad. We staan dus nu aan de vooravond van een toch wel dramatische verandering in Suriname. Met de op handen zijnde exploitatie van de offshore hydrocarbon voorkomens. Die zal resulteren in heel veel geld. Zoals ik eerder al zei, money corrupts. En ik ben dus bang dat... als dat geld inderdaad binnenkomt stromen, en er zijn legio voorbeelden daarvan, toch? Dat belangenspel steeds heviger zal worden. Want die koek wordt groter, maar steeds meer mensen willen dan een groter deel van diezelfde koek hebben.
Dus ik ben daar een beetje huiverig voor. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.